I'll just kick it in. Here for the holidays? No, yeah, my sister lives here. Ah, okay. So I came one day. Okay. Ik ben weer thuis, super chill. Ik heb mijn koffer en zo net allemaal uitgepakt. Ik ben even kleren aan het klaarleggen die ik zo aan kan doen. Ik ga nu even douchen. Ik ben eerst even foto's aan het bellen, want ik heb een nieuwe telefoon besteld. Dat ik een abonnement mag verlengen, maar een ogenblik geduld alsjeblieft. Je kent het, ze nemen niet op. Dus dat ben ik eerst even aan het doen. Dan ga ik douchen en dan ga ik even een Shane ophalen. Die heb ik ook een dag niet gezien, een hele dag. Dus daar heb ik super veel zin om hem weer even te zien. Ik was dus helemaal vergeten filmen vandaag. Maar ja, ik was al die Halloween shit aan het regelen. Ik sta nu voor Loetje. Te wachten op Daniel. Dan ga ik even een hapje mee eten. Want ik had fucking zin in een biefstuk en hij was de enige ook die echt met me mee wou. Dus dat is super chill. Thanks Daniel. En ja, verder ben ik relaxed. Ik ga het niet heel laat maken natuurlijk, want ik ben vandaag teruggekomen uit Parijs. Dus ik ben redelijk moe. Maar het gaat helemaal goed komen. Ik wacht even. Maar ja, je kent het hè. Moet je uren wachten weer op die kerel. Duh. Maar goed, dat heb ik wel over voor een biefstukje. Ik heb zo overzin in een biefstuk. Echt niet normaal. Ja. Ik krijg trouwens zoveel reacties op straat van is dat jasje van H&M in Balmain? Is dat jasje van H&M in Balmain? Ja jongens, dat is van H&M. Oh wacht. Ik zou hem hebben. Ja. Komt je auto nog uit of niet? Oh, ik zat te vloggen. Waar ben je dan? Hier ben je dan. Oh daar, ik kom eraan. Nou. Hij was er dus al. Ik hoefde niet te wachten, dus ik neem alles terug. Daar gaan we. Maar hij blijft inderdaad wel lekker. Hey Schmid. Schmid is een Balmain dingetje. Ben je blij? Ja! Ik ben weer lekker thuis en ik heb echt heel weinig gezien vandaag. Alweer. Ik hoop dat het gewoon zo'n druk dagje was. Video's, dat ga ik nu doen. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik ze uploaden. En morgen heb ik Maxime. Dat sowieso ook. Een heel saai dagje dit weer. Het is gewoon gereisd, dat weet niet of je dat kennen, maar dan weet je dan nergens een beetje moeig, weet je. Die trein is toch dan vermoeiend, ook al is het maar 3 uur. Maar goed, morgen wel weer een leuke vlog, heb ik Maxime's verjaardag, wat ik al zeg. En daar heb ik zoveel zin in. Dat wordt superleuk. Ja, ik hoop dat jullie hem leuk vonden deze video. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Een blauw duimpje vind ik ook erg leuk. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen. Doei doei!